op een buitengewone algemene ledenvergadering van de Veiligheidsbonden bij het politiebondsgebouw aan de Zwarte Hovenbrugstraat is besloten dat de vakorganisaties maandag weer bij elkaar komen. De onderhandelingsresultaten van de besprekingen met president Chandrika Prasad Santokhi zullen dan behandeld worden. Milando Atompai, politiebondsvoorzitter, stelt dat een oplossing moet komen in de urgente zaken zoals bevorderingen van de verschillende korpsen. Dat wij vandaag, morgen en de komende dagen de problemen waarmee we zitten gezamenlijk met de president moeten oplossen. En dat we zaterdag 7 september eigenlijk rond moeten zijn. Zo, als u alles heeft gehoord, het is ook niet makkelijk gegaan gisteren. Ik heb ook gezegd, bijvoorbeeld van die bevorderingen, willen we maandag al hebben. Met beschikking en alles. En men is akkoord gegaan om vanavond, morgen en zondag te zitten. En om de bevorderingen maandag alles rond te hebben. De president en vertegenwoordigers uit het regeerteam hebben gisteravond gesproken met de Veiligheids- en Ziekenhuisbonden. Er zijn afspraken gemaakt om verder te onderhandelen over de loonreeksen en andere voorzieningen die de bonden eisen. Maar ik wil u ook oproepen om maandag hier aanwezig te zijn. Ik wil u oproepen om maandag hier aanwezig te zijn. Ook de mensen die niet willen strijden, want die mensen hebben we altijd. Een groepje doet alles en ligt dat. Na de tamoni ook kom. Ik moet dat maar zeggen dat ik de slipelijk eerst. Het is al succesvol dat ik nou zou doen. Brengt u die andere mensen mee. Dan wil ik u bedanken. Vergeet u niet te tekenen bij uw respectievelijk vakbond. En verder af te stemmen over zaterdag en zondag. Dank u. Atompai deelde de leden van de vakbonden mee dat het de bedoeling is om uiterlijk 7 september duidelijk te weten wat de loonaanpassingen zijn. Ook is geëist dat de koopkrachtversterking die nu aan de ambtenaren wordt betaald geïncorporeerd wordt in de salarissen.